Het nieuws van Twente van woensdag 22 augustus. Met een bijzondere oplossing tegen niet betalende vrachtwagenchauffeurs. En nieuwe studenten beginnen aan hun introductieweek. Nou, het wordt vast wel leuk, maar verder niet echt een beeld bij of zo. Goedenavond. 9 Twentse gemeenten gaan gezamenlijk de eikenprocessierups te lijf. Er komt één Twents actieplan. Het initiatief daarvoor ligt bij Grootgroener Almelo, dat voor 9 gemeenten in Twente de rups bestrijdt. En die gemeenten hebben nu allemaal nog hun eigen aanpak. De afgelopen maanden zijn bestrijders continu op pad geweest om de beestjes te bestrijden. Truckstop Frans op den Bult bij Deurningen heeft een bijzondere manier om vrachtwagenchauffeurs te dwingen te betalen. Chauffeurs die een week niet betaald hebben voor hun parkeerplek krijgen betonblokken voor en achter de vrachtwagen. Het zou met name gaan om chauffeurs uit het buitenland die hun wagen soms weken of maanden laten staan. En pas als het betaald is, dan gaan de betonblokken weg. Kinderboerderij Het Weusthag in Hengelo vraagt aan bezoekers dringend om de dieren niet te voeren. De boodschap op de bordjes is niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Turks. Omdat er nogal wat Turkse gezinnen vlakbij de kinderboerderij wonen. Het gaat ons erom dat de dieren op dit terrein aan deze kant niet gevoerd worden door mensen van buitenaf. Daar zijn verleden wel wat vreemde dingen mee gebeurd. Ze hebben wel eens een keer bijvoorbeeld Bami proberen te voeren aan de schapen. Nou, dat is natuurlijk niet echt schapenvoer, dat kun je zelf ook wel bedenken. Nou, we weten dus dat mensen van bijvoorbeeld Turkse afkomst vaak niet hun eten mogen weggooien. Dat ze aan een andere bestemming moeten geven dan de prullenbak. Thuis zijn ze waarschijnlijk gewend om alles aan de dieren te voeren en zo gaan ze dat dus ook bij ons doen. Ja, het staat hier en het staat als je binnenkomt dat je niet mag voeren. En toch moet eigenlijk wel elke dag iemand zeggen dat ze moeten stoppen met voeren. We hebben het was voor mijn tijd, ik weet niet precies hoe lang het geleden is geweest, hebben ze plastic zak met brood over het hek heen gegooid. Dat heeft een schaapje opgegeten en die heeft dat plastic binnengekregen en die is daar helaas aan overleden. Ja, dus het kan eigenlijk wel veel grote gevolgen hebben. En ik hoop gewoon door bewustzijn bewust te maken met van wat je doet. Besef wat je doet, dan dat eigenlijk misschien beter is als een botje. En dat het uiteindelijk dan niet meer hoeft. Dat zou het mooiste zijn. Het nieuwe studiejaar gaat bijna van start. En vandaag is in Enschede de kick-in begonnen. Dat is de introductieperiode voor nieuwe studenten. 1650 jongeren maken kennis met elkaar, met hun studentenstad en met de rituelen van het studentenleven. En daar hoort vaak ook alcohol bij. We zijn om 10:30 begonnen met de centrale registratie. Dat betekent dat de deelnemers hun bandje krijgen en hun informatie krijgen. En na de centrale registratie, als iedereen daar doorheen is, dan komen ze naar de openingsmarkt en kunnen ze al voor het eerst kennis maken met alles wat het studentenleven hier te bieden heeft. Ik denk echt dat het heel gezellig gaat worden. Nou, het wordt vast wel leuk, maar verder niet echt een beeld bij of zo. Je laat een beetje op je afkomen. Ja. Ja, een thema wat natuurlijk vooral de laatste jaren heel erg opkomt. Hè? Alcohol rond 18, onder de 18 mag niet. Hoe speelt dat bij jullie? Is alcohol een thema voor jullie als organisatie? We zijn daar heel bewust mee bezig. Zal ik zien aan de deelnemers dat sommigen een rood bandje hebben en sommigen een groene. Onder de 18 krijg je dus een rode. En dan is het niet de bedoeling dat je alcohol koopt in de kroeg en drinkt. Nee, daar zijn we heel bewust mee bezig. Ja. One of you is 18 or older and one of you is not. So you cannot drink alcohol. Is that going to be hard? No, I don't think so. Because for example, tomorrow we have to get here early too. And I think that's not a disadvantage for me. And I can have fun myself too, without alcohol. So I think it's going to be cool. Een ander kan het natuurlijk net zo makkelijk voor je doen. Zie je dat wel gebeuren deze week? Ja, maar dat gebeurt. Kijk, als we zelf uitgaan, gebeurt dat ook al. Maar het is, je bent zelf verantwoordelijk. En dat is denk ik wat het belangrijkste is. Nou, dat boeit de meeste mensen niet zoveel. Ik kan prima alcohol halen, denk ik. Tenminste, waar ik vandaan kom, maakt het zo ook niet uit. Dan heb je een stempel dat je 18 bent en die heb je niet. En dan is het alsnog prima. Ja, ik denk dat uiteindelijk als je echt drank wil, dat je dat misschien wel krijgt. Van alle mensen die groene bandjes hebben hier. Maar ik denk dat het op zich, het vermindert wel een beetje, denk ik.
Op de basisscholen in Borne, Zenderen en Hertme wordt kunst- en cultuuronderwijs gegeven. Mirna Limon uit Borne is een van de kunstenaars die meedoen aan dit project Kunst in de Klas. Zij geeft ook training aan leraren die kunst en cultuur willen toevoegen aan hun lessen. Ik ben vorig jaar opgeleid door Saxion om als cultuurcoach of cultuur met kwaliteit coach leerkrachten in het onderwijs te coachen. Want in Hengelo is het cultuur met kwaliteit op sommige scholen heel erg ingebed. En je ziet ook dat de leerlingen dan met een andere blik naar kunst gaan kijken. Want bij cultuur met kwaliteit krijgen ze van tevoren ook een voorbereide les. En naar aanleiding van die les is er een cultuurontmoeting, zoals ze dat noemen. Om vervolgens weer een verwerkingsles te hebben. Dus in plaats van dat het een leuk uitje is, wat losstaat van alles, is dat iets wat nu wat meer beklijft en krijgen de leerlingen ook diepgang in het onderwerp en gaan ze op verschillende manieren met één bepaald onderwerp om, waardoor het veel meer tot leven komt en veel meer blijft hangen. Wat nu heel erg aan de orde is, dat zijn die 21st century skills, de 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij er van alles komt kijken, niet alleen creativiteit, maar ook het samenwerken, het kritisch denken. En zo zijn er heel veel dingen die niet alleen in de kunst en de creativiteit voorkomen, maar ook in andere vakken. Dus dat heeft ook zo'n doorwerking in andere vakken. En ik denk dat het heel mooi is, en dat gebeurt op sommige scholen al, dat ze ook eens gaan kijken hoe je juist kunst en cultuur kunt koppelen aan die andere vakken. Want vaak hebben leerkrachten al heel druk in het onderwijs en zijn ze bang dat als ze zich gaan verdiepen in die kunst en cultuur, het anders zou moeten, dat het nog meer tijd gaat kosten. Maar juist door te kijken hoe je dat kunt combineren, bespaart het misschien juist heel veel tijd voor de leerkracht. En tot zover het nieuws voor vandaag. Zometeen mini-kronieken. En nu eerst het weer. Nog een fijne avond. Het is vandaag de warmste dag van de week. En morgen is het een paar graden minder warm. Vanaf vrijdag dan gaat de temperatuur flink omlaag. Met temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. En er komt regen aan. Morgen nog een klein beetje en vanaf vrijdag regent het 5 dagen volop met mogelijk ook onweer.